speciale blik. Een bijzondere vrouw. In een persoonlijk verhaal praten we met haar over verdriet, blijdschap en de mooie dingen in het leven. Klaarstaan voor andere mensen, dat is haar op het lijf geschreven. Ik ben Sjaan Blik, 71 jaar. En ik doe met veel plezier hier kaarten en sjoelen. En één keer in de maand bingo. Ja, je bent natuurlijk ooit met de wijkvereniging in aanraking gekomen. Hoe is dat verlopen? Hoe is dat gegaan? Nou, heel gezellig. Ik zat op het kaarten en ik wou eigenlijk graag sjoelen. Maar dat was op dinsdagavond en toen woonde ik nog in Nunspeet. En ik wil 's avonds niet zo ver weg. Dus toen had jouw vader, Theo, had gehoord van Joop, mijn man, dat ik graag sjoelen wou. En toen heeft Theo gezegd van, goh, zou ze niet zelf een sjoelclub op willen richten en dan op de middag? Dus dat hebben we gedaan. In je verhaal zeg je, je woont in Nunspeet. Ja. Toen kwam je al naar de wijkvereniging. Ja. Dus je moest elke keer van ver reizen naar Harderwijk. Ja, met de auto, dat is de bezo. Ja. En nu woon je in Harderwijk? Ja. Ja, waarom die overstap? Wij hadden een zomerbungalow. Die hadden we gekocht toen. Maar Joop kreeg nierfalen. En dus dan moet hij vaker naar het ziekenhuis en alles. En het zat erin dat hij misschien wel op den duur nierdialyse kreeg. Dus toen zeiden we, nou, dan kunnen we beter zorgen dat we dit verkopen. Ja. En dan weer zien dat we een huurhuisje krijgen. Ja. Maar ja, dat ging allemaal veel vlugger als dat we gedacht hadden. Is het prettig om in Harderwijk te zijn? Ja. Waarom is dat zo prettig? Ik woon hier al sinds 69 eigenlijk. Met mijn eerste man. En mijn man is 22 jaar geleden overleden. En ik heb 14 jaar geleden Joop leren kennen. Nou ja, we zijn bijna 12 jaar getrouwd. En we zijn weer lekker bij de kinderen in de buurt gekomen. Want dat wouden ze wel erg graag, de kinderen. Is het belangrijk om dicht bij je kinderen in de buurt te wonen? Ja. Ja, waarom is dat zo belangrijk? Nou, als je ouder wordt en ik mankeer verschillende dingen. En dan is het toch wel, als de kinderen in de buurt wonen, als er dan wat is, dat ze gelijk kunnen komen. Ja, ja, dus alleen ook praktisch, zeg maar, en makkelijk. Ja. Ja. En voor de kinderen fijner, want dan zit mama en papa, ja, ze noemen hem papa. Dus, dan mooi toch? Dan zitten die in de buurt. Ja, ja. Hé, hey, nu, je vindt het prettig om in Harderwijk te zijn. Je vindt het waarschijnlijk ook prettig om bij de wijkvereniging te zijn. Ja, heel fijn. Waarom is dat zo fijn bij de wijkvereniging? Dan heb je dingen te doen en je hoort bij de mensen. En dan daar kan je je op verheugen om weer elke maandag naar het sjoelen te gaan. En elke donderdag kaarten. Nou ja, en dan de bingo erbij natuurlijk. En wat jullie verder nog organiseren. Dat is echt een gezellig uitje. En hoe fijn is het om dan, zeg maar, onderdeel te zijn van het team? Hè? Want je zegt, goh, ik geef sjoelen, hè? Dat mag ik begeleiden. Ik help, of ik zit ook op joker, ik zit op bingo, of dan ga ik naar bezoeken. Hè? Ja. Maar je begeleidt het sjoelen, hè? Dat is wat je doet. Hè? Ja. Hoe fijn is het om onderdeel te zijn van het team wijkvereniging? Dat vind ik wel erg fijn, want ik ben een mens wat graag met mensen is. En dan hoor je ergens bij. Je regelt het allemaal een beetje en zo. En dat is gewoon, dat doet je ego wel wat. Ja, snap ik. Ja. En dan ben je verantwoordelijk voor dat sjoelen. Ja. Even voor de mensen die het echt niet weten, kan ik me bijna niet voorstellen, wat is sjoelen? Sjoelen is een heel gezellig iets. We zijn gezellig met elkaar. We zitten met 2 of 3 man aan de sjoelbak. En dan proberen om zo hoog mogelijk natuurlijk te gooien. Want daar gaat het om. De een wil nog hoger hebben als de ander. Is het een fanatiek spelletje? Ja. Ja? Ja, dat is het zeker. Dus jullie slaan elkaar af en toe de zaal uit bijna, zeg maar? Of... Nou ja, bewijzen van spreken. Het gevoel is er in ieder geval. Ja. Nou, dat is wel heel fijn. En naast de wijkvereniging, wat doe je dan nog meer in het dagelijks leven? Nou, waar ik woon, ik zit in een... Ja, zeg maar een huis voor 65 plus. En daar hebben we beneden een zaal, die heet het Haantje. Nou, daar doe ik dus elke maandagavond ook het sjoelen allemaal regelen en doen. En dan hebben we daar natuurlijk eten en drinken bij. En ik doe 1 keer in de maand, de laatste vrijdag van de maand, doe ik patatjes bakken met snacks. Ja, dat is voor die
oudjes, ja, ik hoor er zelf ook bij, maar die mensen zijn nog oud, dat vinden ze prachtig. Mag ik dan ook direct vragen of je jezelf oud voelt? Want je zegt, ik hoor er nee. zelf bij. Nee, waarom voel je je niet oud? Ja, ik mankeer verschillende dingen, maar ik heb altijd nog vol levenslust, laat ik het maar zo zeggen. Ja, waar komt die levenslust vandaan? Ja, ik denk van thuis uit. Het was bij ons nooit zeuren, maar doorgaan. Ja. Ja. Maakt het leven ook wat makkelijker als je nooit zeurt en doorgaat? Vind ik wel. Ja? Waarom is het dan makkelijker? Het lijkt mij van mensen die achter de geraniums zitten, zoals ze dan zeggen. Nou, die mensen vereenzamen en ja, die hebben helemaal niks om naar uit te kijken. Nee. Nee. En dat kan ik niet voorstellen. Ze moeten mij niet opsluiten in huizen, want dan word ik knettergek. Ja. Dat zou ik echt niet kunnen. Nee. Ik kan me prima vermaken thuis, maar ik moet ook lekker eruit kunnen en alles. Ja. Ja, verantwoordelijk zijn voor je eigen leven. Zit dat daar ook een beetje in? Ja. Ja. Hè, en thuis zitten, dat vind ik ook wel een hele belangrijke boodschap. Hè? Want dat zeg je eigenlijk ook, hè? Hoeft eigenlijk niet. Toch? Jezelf opsluiten in je huisje. Nee, absoluut blijven zitten. Niet. Want er worden eigenlijk veel mooie dingen aangeboden overal. Ja. Ja, je kan van alles doen. Ja. Als je dat maar wil. Ja. Ja. En waarom zijn er dan toch mensen, hè? Misschien weet je het niet hoor, maar waarom zijn er mensen die dan toch besluiten om achter die bloemetjes thuis te blijven zitten, achter die geraniums? Waarom? Omdat die denk ik geen levenslust hebben. En andere mensen die zeggen van kom op joh, je moet een beetje meer gaan doen, dan voel je je veel fijner. Ja, ja, dat juiste knopje staat bij jou aan, hè? Altijd het positieve zien. Hè? Ja. Waarom staat het knopje bij jou nou wel aan en bij die mensen die toch thuis blijven zitten niet? Waar ligt dat dan aan? Ja. Of waar kan dat aan liggen? Ik denk dat wat je graag zelf wil. Ja, als jij maar bij de pakken gaat neerzitten, dan heb je nergens geen zin in. Maar ik zeg altijd nog, zolang als ik zo blijf en ik kan lopen en doen en fietsen, dan zal ik zorgen dat ik aan de gang blijf. Ja, hoe fijn is dat, hè? Dat is ideaal. Aan de gang blijven? Ja. Ik moet er toch niet aan denken dat je op een stoel zit en daar zit je dan maar. En dan wachten tot je kinderen eens een keer komen. Of dat er een familielid komt. Nee, daar zou ik niet tegen kunnen. Nee, nee. En nu heb je natuurlijk tijd voor al die leuke dingen. Hè? Want je mag eigenlijk alleen, je bent op een leeftijd gekomen dat je eigenlijk alleen nog maar leuke dingen mag doen. Ja. Wat heb je daarvoor gedaan? Mag ik dat vragen? Ja, wel. Ik heb altijd een eigen zaak gehad hier in de stad. Ja. En die heb ik gehad totdat mijn eerste man ziek werd. Toen hebben we de boel verkocht, omdat dat met hem niet meer ging. Nou ja, dat bleek achteraf ook wel, want die heeft 5 hersenbloedingen gehad in 4 dia's. En 7 weken later was hij overleden. Heftig. Ja, dat is verschrikkelijk, want je kan niet meer praten, niks. Nee. Wat voor zaak heb je gehad, Sjane? Ik heb een horecazaak gehad. En dat heette Broodjeszaak het Lindenhoekje. Maar ik had ook een soort café erbij. En ik deed helemaal catering erbij voor allerlei bedrijven. Ja, dus het was altijd heel hard werken. Ja. Ja, maar dat zie ik je ook. En misschien komt daar die levenslust ook wel vandaan. En als ik dan kijk naar je verhaal, ben je eigenlijk altijd voor andere mensen bezig. Eigenlijk wel, ja. Ja. Ik leef graag voor andere mensen en ik wil altijd graag alles bij elkaar houden. Ja. Ik kan niet goed tegen ruzie of iets dergelijks. En nou helemaal niet tegen liegen en bedriegen. Nee. Oneerlijkheid, dan word ik echt boos. Ja. En dan met mensen omgaan, hè, dat is natuurlijk heel fijn. Wat is daarin jouw kracht en waarom gaat dat zo goed? Hè? Want volgens mij ben je echt zo'n mensenmens. Weet je, jij komt binnen, iedereen lacht, iedereen vindt fijn dat je er bent. Is dat jouw kracht of waar zit die kracht van jou? Nou, ik denk het wel. Ik denk altijd maar van, je moet de lol van het leven inzien. En je moet daar uithalen wat eruit te halen is. Ja. Ja. Mooi. Toch? Ja. Ja. Dat vind ik wel. Ja, vind ik ook heel mooi. Hey, en even kijken, hoe je dagelijks leven hebben we het even kort over gehad. Hè? Je hebt natuurlijk je eerste man verloren. Hè? Ja. Dat was natuurlijk heftig. Als ik het niet over mag vragen, moet je het zeggen hoor. En ineens is je niet meer. Hoe voelde dat? Hoe was dat? Hoe ben je doorgegaan om die juiste knop van jezelf weer aan te zetten? Want daar wil ik eigenlijk naartoe. Dat is verschrikkelijk. Want ik ben dan een mens die geen meelijden van een ander wil hebben. Dus je doet oogkleppen op en je gaat door. Ja.
En dan vragen ze, en hoe gaat het, Sjaan? Goed, zei ik dan. Maar dan dacht ik erachteraan, je moest me eens van binnen voelen. Maar je moet verder. Je hebt geen keus. En je hebt je kinderen en je kleinkinderen. En dan moet je door. Dus dan, ja, mijn dochter zei altijd van, mam, jij leeft alleen maar voor de kinderen en kleinkinderen. Dan zei ik, ja, maar daar heb ik ook wat aan. En verder deed ik gewoon wat ik wou doen. Kijk, je dacht wel eens van, goh, ik zou wel eens graag willen uitgaan. Of naar een dansavond, of weet ik veel. Maar dat deed ik dus niet. Nee. Nee. En er komt een moment dat je het verwerkt hebt. Hoe lang heb je erover gedaan om het te verwerken? Nou, ik heb na 8 jaar heeft mijn dochter me op internet gezet. Wat ik al helemaal niks vond. Want toen ik op de koffie kwam, toen zegt ze, zo mam, nou ga je daar achter die computer zitten. En dan ga je daar eens even mannen bekijken. Ik zeg, ben jij nou hartstikke gek? Wat zullen we nou beleven? Mam, je bent nog veel te jong. Dus je kan best een gezellige kerel opzoeken waar je wat mee kan doen. Uitgaan naar de film, weet ik veel wat, eten. Ik denk, nou, wat is dit nou dan toch? Dus ik zag dat heel niet zitten. Maar ja, ik weet hoe ze is. Daar kom ik niet onderuit. Dus ik dacht, nou, weet je wat, ik ga erachter zitten. En de eerste beste vrolijke kerel die langskomt. Nou, dan moet je een kusje sturen. En dat was Joop. Maar alleen had wel een kale kop. Maar ja, ik denk, dan moet ik dat maar voor lief nemen. Dus zodoende is dat zo gekomen. En Joop zijn zoon had hem erop gezet. Want Joop was zijn vrouw aan kanker verloren. Ja, die was nog maar een paar jaar alleen. Maar goed, zo zijn we aan elkaar gekomen. En hij is op de koffie gekomen. En in principe eigenlijk niet meer weggegaan. Nee. Laat ik maar zo zeggen. Het klikte eigenlijk direct. Dus. Ja. Het was onvoorstelbaar. Het klikte gelijk. Was het ook die gemeenschappelijke band, zeg maar, dat je allebei iemand bent verloren? Ja. Wat hielp om jullie te binden aan elkaar? Ja, wij gaan ook altijd samen naar allebei de graven toe. Bloemetjes brengen, schoonmaken, met kerst een stuk neerleggen. Al die dingen meer. Je verzorgt het allemaal netjes. En dat doen we altijd. Dan gaan we eerst naar de een en dan naar de ander toe. En dat moet allemaal doorgaan, want dat is het groot stuk van je leven. Ja, ja. Dus je bent eigenlijk wel heel blij met je mannetje. Ja hoor, het is een schat van een kerel. Af en toe moet hij wel eens een schop onder zijn kont hebben. Maar goed, dat hoort er ook bij. Ja. Ik denk dat ik een beetje te veel pit heb. Ja. En bij Joop ontbreekt dat nog wel eens. Maar goed, het is een bovenste beste kerel. Ja, en als ik aan Joop zou vragen, eigenlijk dezelfde vraag aan Joop. Wat zal dan Joop over jou zeggen? Ik denk dat hij zal zeggen van dat Sjaan een pittig wijfje is. En die er hart niet op de tong heeft. Die het er wel uitgooit als het er niet zint. En ja goed, verder is de bovenste best wijf. Want ze zorgt goed voor me, zou hij dan zeggen. Dat zegt hij altijd. Nou, fijn toch? Ja, daarom. Hè? Ja. En je zei even in je verhaal dat je ook kinderen hebt, hè? Ja. Hoeveel kinderen heb je? Ik heb er 2. Je hebt er 2? Een zoon en een dochter. Hoe trots zijn die kinderen op jou? Ik denk heel trots. Ja, zeggen ze dat wel eens? Jawel. Ja? Ze vinden het nou alleen al verschrikkelijk in die coronatijd dat je elkaar geen kusje mag geven, niet mag omhelzen en alles. Want daar zei mijn dochter gisteren al, god man, wat is het toch lang geleden, al 7 maanden dat we eigenlijk elkaar niet meer aanraken. Ja, dat is de tijd, daar kun je niks aan doen. Nee, is heel moeilijk. Hè? Ja. En dan fiets je samen doorheen, denk ik. Hè? En zeker als je uit zo'n warm gezin komt. En je bent zelf ook een mensenmens. Ja. Heb je waarschijnlijk ook in je kinderen gestopt, denk ik. Ja. Hè? Dus dat hoop je in ieder geval. Ja, dan is het moeilijk om elkaar even niet aan te raken. Ja, ja dat denk ik ook. Hey, terug naar de wijkvereniging. Je vindt het prettig om hier te zijn. Je vindt het mooi om hier te zijn. Ga altijd met heel veel plezier hierheen. Ja. Ik zou het niet willen missen. Het lijkt me verschrikkelijk. Dat is wel heel fijn om te horen. Ja, want dat had je nou in het begin met die corona. Dan heb je niks meer. Nee. Kijk, en nu heb ik dit nog gelukkig. Bij ons mag er dan niks meer. Nee. Maar hier heb ik gelukkig dat we nog lekker naartoe kunnen gaan. Ja, ja. Dus echt een uitje, hè? Ja. Begrijp ik, hè? Ja. Ja. En bingo, dat zien wij echt altijd als een avondje uit. Ja. Mooi is dat, hè? Ja, ik vind het echt ideaal. Ja, dat is toch hartstikke fijn. Ja. Ja. Hey, als je de wijkvereniging zou mogen verkopen, hè, aan iemand, hè, wat zou je dan over de wijkvereniging zeggen in 2 korte zinnen?
dat het een fantastische wijkvereniging is en dat er alles gedaan wordt en het meeste door Billy en Theo. Theo en Billy, dat zijn eigenlijk de vereniging die voor alles zorgen.